Enkerij kerstfeest. Een spel van Monique Wouda. Regie Ad Leupler. De ouders. Zo'n kool, maar te mekennen. Elke keer hetzelfde. Kijk. Ze trok zich. Geen beginnen. Ja, we moeten een keertje niet rijden. Hebben we weer. Je moet het een beetje duidelijk vertellen, anders snap ik het dan. Nou, ik had vroeger ook lopende. Prima omzet. Ja. Voor de zegging dat de deur. Ik had ook. Mijn vrouw stond in de middags. Zilverdaal. Dan was al de dochter stond daar in trouwen. En als ze vakantie is. Ja, ze moest er. Dat is. Die ook melk verkopen. 2 cent onderwijs. Ja. Er zijn de vrouwtjes gevoelig. Het gaat over papa. Niet steeds over jezelf. Ik ben daar toch ook 1 keer tussen. Ik wil het zo duidelijk. Tot de kop op parkeerwagen. Ik zeg het fout. Parkeerwagen. Gemeentebaan. Motorweg. Je hebt je vaste tijd. Je wordt alleen met de nek al gekregen. Pak op je donder willen geven, verbond tussen de ruimte willen. Vooral de binnenstad. Ik heb nou net. Maar het gebeurt ook zaterdag op de. Dat is mijn hele. Buiten. De politie. Is het Rijkrijk is bijvoorbeeld. Het kan ik zeggen. Het al 6 duurt voordat hij het aandurft, hoor. Voordat hij mijn zaak ophoudt. Al die tijd was het niet zes. Het is op het laatst huis. Heeft ook een. Dat vergeef ik hem nooit. Volgens afspraakje. Wat hadden we in die. Heeft me dan de hele kassa gestolen. Moet dan het kolen gaan doen. Ik wil er ook bij vertellen dat ze het allemaal nog terugbetaald. Het hele. Het alles is. Het hele. Moet jij. Anders pissen ze op je kop. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Maar je kijkt naar de hoogte. Vriendinnetjes komen in het spel vanwege de zaak. Dat ze nu komen binnenvragen. Dan moet ik toch wel eens gaan. Ja. Een boekje mensen uit de kliniek had gekregen om een dagje naar buiten te gaan. Ze gaan naar het dagje maar. Sylvie Vitak is een van hen. Ze mag al sinds lange tijd weer een paar uur uit de kliniek. Brood in de tassen! Dingen zijn mijn boel. Kijk, knijpers. Want voor tussen de kettingkast. Dus, hè? Dat zie je toch altijd. Je moet op race fietsen. Ik heb natuurlijk ook een sok in mijn broek stoppen. Ik weet toch niet over. Gaan we nou, gaan we niet. Moet je geen jas aan, Sylvie? Het is koud buiten. Zout. Doe het van het aan. Dit jekje staat hier. Ik voel dat het was. Ik dacht al. Ja. Ik sta al. Wie zei dan dat het niet was? Ik had hem niet gezien. En nou, Sylvie, heb je gezien? Ik weet voor het eerst naar buiten, maar. Er een beetje. Nou, we zijn er bij elkaar. Eindjes. Iedereen betaalt.
naar buiten behoort bij de vaste circuit. Ik weet niet waar zo'n 20 mensen verdwijnen. De hele bus doorlopen met hier. Ik vind het koud. Had ik eerst ook hoor. De eerste keer. De groep is aangekomen. Voor de huur van de fietsen. Momentje. Even. Dat ik bezig ben. Het is toch nog alles wat het was. We leven in een wereld. U hebt een paar knapen bij. Dat is een wakker hoor, ik weet het. Maar ze zijn stakkers. Allemaal goed en wel. Die mogen slaan ze met een looi bij. U ziet het nog een keer. Noem maar. Beetje begrip. Aandacht, dat is een meneer, ik weet het al. Zelfs 16, 17 jaar. Gaan we naar beneden. Daar staan ze te buigen. Tot ze er beneden. Ik betaal. Dagelijks dat soort getij. Ze pikken maar pakken met haar en ze versieren. Maar hoe noemen we dan maar die fietsen? Salah. 250 euro. Als je terug komt, dan rijden we er al af. Voor deze wereld. Geen fietsen? Ja, na nog een praatje zo. Oh, ik dacht. Bij de hoek zijn al alles gespaan. Van wat veel hand. Ik heb Sylvie op een VL-leerling. Nu ben ik 2 jaar gekregen. Kortop moest ik voor mijn studie naar Afrika. Maar hij was gisteren vaak. Het was beslist. Hoe zal ik het zeggen? Hartstochtelijk. Die eerste tijd. We konden niet met elkaar. Maar op een moment, toen ik een tijdje terug was, merkte ik daar achtergrond. In verschillende educatie. Ik kon bijvoorbeeld op het gebied praten. Ik studeer. Ik moet het anders zeggen. Ik heb er met haar over gesproken. Dat valt ze heel diep op. In de weg geweest. Om er wat aan te doen. Ze heeft nog een tijdje zelfs gestudeerd. En toen is het plotseling. Eerst. Ze wonen met een vriendin, zei ze. Ik ken het. Ze vertelde dat. Zeker iets, maar. Ik vond het vooral wat. Ze kwam. Ging er plotseling heel slecht uitzien. Eigenlijk ook
en niet meer aan spreken. Toen vermoedde ik al dat ze gegeven. Ik wist niet dat het allemaal was. Ja, slopen mij natuurlijk, maar ik zat voor een moment aan weer afhing. Bovendien leer ik niet aan dat soort dingen. Via Erik te horen dat ze zich prostitueren. Samen in die van Sini. Toen is het een tijd uitgewerkt. Ik vul het nu aan een telegram stijl, maar het punt is, het komt er niet bij. Dat is het. Al van ons. Ach, dat is het. Ik weet het ook niet. Afstappen. Ja, de andere kwartier. Jij zit al op de fiets. Ik heb gemoeten. Ja, de avond is beweegd. Bij de brug stoppen we. Vijf. Nog een klein stukje. Nee, tot wel. Die snijden. Van die mooie. Die mooie. Ja. Laten we niet. Niet kennen. Ja, dat doen we. Kom voor die sigaar. Tot blijven. Laten kijken. Ik wou. Ja. Verrek van de kaart. Zo, hè. Alleen mijn kop. Niet koud. Het is wel vreemd, hè. Ja, zo'n tijd. Zes weer. Aardig geluid. Ja, ja, alles. Zo vriendelijk. Ik kijk altijd. En verder. Ik zou dat. Ik denk er steeds dat ik rechts afsla aan dat hoekje, jong. En niet die. Kom je weer op jouw punt terug. Gek, hè, dat het bij mij komt. Ah, hoor, het gaat wel beter. Hoe voelde het bij jullie dan? Kloten. Als je daarom gaat, kan ik het wel vertellen. Ik liet de ploeg door aan de actie rijden. Ik heb witte gimpies in. Maar in de kortste tijd rond. De grootste. Zo. Dus. Ik zelf te redden. Om een afstand van heb genomen. Er kan van alles met je gebeuren. Juist nou. Koningin van de straat. Zo'n beetje vroeger. Met het witte kleed om. Omdat de klanten het konden zien dat ik ja. Zo met de witte kleed over sta. Zeg Sylvie, moet je horen. Ja. We gaan gillen! Nee, dat kan nog best leuk! Je zon in we doen net een vak! Jo! 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 De auto's. Ze lacht, vind ik hem zo. Maar die papi zoeken het eerst bij ons. Drie dochters. Een andere dochter is gekomen. Foto's van de trouwen staan op de tv. Misschien niet Sylvie wat moeten laten doorlezen. Ze waren altijd heel rustig. Een beetje op dezelfde. Ooit gemunt wat. Dat ze anders. Dat ze verdriet had. Dat zie je als moeder toch dit. Daar weet ik niet van, daar kan ik geen chocola van maken. Nou, dat had ze het gevoel. En dat kon ze ook niet zo hadden. Nou. Ja, de oudste zuster, mijn oudste dochter, dus die is getrouwd met iemand van het spoor. Niet met een pet of ze willen Sylvie niet meer op de vloer. Zelf na het. Ze is allemaal getrouwd met iemand van een levensverzekering, dus ook keurig weggekomen. Vlakbij. Mama, die staat er aan het doen. In de beste. In de beste. Is dit allemaal. Toen ze. Ja, 16 was. Ze zat op de maat. Ze moesten wel. Werken. Maar daar hebben ze het voor ons gezegd. Die grote supermarkt. Ze nog niet. Het is ook allemaal. Van die supermarkt. De zaak moesten laten draaien. Nou, Sylvie.
om in de vakantie te doen. Ik demonstreer snel op pannen en dat soort dingen. Zilver nog toch wel de bestelling bij de brommer. Zelfstandig. Ze zei steeds minder. Alsof ze opsloot. In de kamer ook die dingen aan die muziek aan. En toen kreeg ze kennis van. Toen is begonnen. Weet wat er gebeurd is? Ze heeft een keer de hele kast gestolen. Wat? Slampompen dat stuk. En toen is ze het huis uitgegaan. Ja. Toen gebruikte ze. Maar dat wisten wij. Alleen dat dat gegeven op de tafel. En die vrede. Toen hebben we de straat op. Nee, niet waar. Ze is nog eerder teruggekomen. Afspraak is afspraak. En die watjes daar. Ja, maar die zijn
Het is goed, jouw taak. Niet. Klas. Ik niet dat jij in de klas zei het antwoord dat ik tegen wat meneer die rot moet af. Ja, het klas. Zelf met de zeik over klas.
dubbel gestomd. Kuifje. Lady, spuiten. Die zal ik de man smeren, mevrouw. Gaat u gaan? Ik hou de deur wel even voor u open. Het is iets. Durf je nou te vragen of je weer naar je toe gaat? En zet het. Toch lekker. In tijden is het niet lekker. Al in die zijde. Ze kunnen hier niet kijken. Ja,
dat is natte sneeuw, man. Stel leren. Dat is sneeuw, dat bevriest. Zo moet op je kop gaan. Hij zegt, niet zo snel. Die zilver is toch een van mij krijgen. Maar van haar krijgen nog geen 1000 Zo? Nee, ik weet het niet. Ik weet of ze is afgeknapt. Het is knap voor de eerste die buiten is, vandaar. Dat is voor toch ook al mee, man? Nee, scoren. Ja! Nee, ik zeg al dat we scoren. Ja, of wat doet het niet? Ah, je niet zo opgevocht wil, dat het helemaal niet over je. Ja, dat ken ik. Ja, scoren achterdot, zo hebben wij. Zeg, ik ben zo terug. Ja. Gaat het een beetje? Lekker. Sneeuw. Maar ik heb er de pest op. Moet je tussen je oren drukken, hè? Ja, ja. Maar, vind je het leuk zo vandaag? Volgende week mag jij er maar mee. Moet heel goed over nadenken. Ik kan je de laatste tijd helemaal niet zo, denk ik. Ik bedoel, alles op de rechter zitten. Dan moet je het ons. Dat straks kan ik het altijd vragen aan een groep. Van die... Buiten ben ik. Ik bedoel voor goed. Ja, maar dan weet ik juist al... Zou ik even terug... Dat ik weer denken? Daar heb je garantie op. Elke keer dat je serieus bent op het laten... Dat is mijn eerlijk te zeggen. Nou, dan kijk. Met mij gaat het ook niet zo best. Want ik ga daar niet meer uit. En ik heb nog steeds een camera. Ik loop de stad niet. Nee, natuurlijk niet. Geen camera. Ja. Ik zal waarom daar? Over die camera natuurlijk. Heb jij daar de camera? Nee, maar ik kan altijd dat erin. Tenminste, dat denk ik wel dat ik het goed vind. Zou die het goed vinden, denk je? Ik zou het best goed vinden. Dat moet je... Net zoals als de keer hier op... Ik vind het ook altijd aan mij buiten. En als we daar zijn, dan stonden we te wachten. Ik ga weer met mijn broer, sorry. Jochem, jullie allemaal op het hardste... Terugblik. Goedemorgen. Ze hebben hier een slammetje. Mevrouw Den Haag zit daar. Ik kijk hier. En mevrouw Gittings op een slab. En dan mevrouw maar die is ziek. Weet u niet dat u me afhaalt omdat papa en mama kon vanwege de drukte in de zij. Ja, was vloer. Nou zit ik gewoon op de flas al in de eten. Kom de zus tafel te dekken, bestekken klaar te leggen. En zie je, dan werden we mijn papieren. Maar dit is nog een dag gegeten. Stil. Goed mens, opa. Dan kom ik tegenwoordig niet meer tegen. Met de moedige tijd. En dat is ook de waar. Door de kiezen moet je moeder. Ik vroeg over de school. Vertelt u er net over? Ik weet niet of ik dat nog kan. Direct op het eten. Dan moet de bezoek weg. Jij bent bezoek. Toch ben je bezorgd. Ik wil rustig zitten. Maar dan zetten ze de radio. Dan moet ik. En dan kost het. En die ik nog een tijd heb. Geen tijd om het goed te maken. Wat goed te maken? Wat? Ik bedoel, fout deel.
wil nog zoveel mensen doen. Mensen van voor je vader en moeder komen. Zijn ze kwaad op me? Dat geloof ik ook. Je moet schatvullend naar ze toe. Dat kost veel tijd. Ik denk wel eens. Misschien is het gewoon met de tram. Mij heeft u nooit verdriet. Weet u wel dat ik altijd kippenvel kreeg? Dat u daar aan naast. Hoe oud ben je? 16 jaar, mama. En wat ga je nou doen als je verstomt? Ik weet het niet. Papa zegt dat hij niet door te leren. Je vader komt hier leren. Iedereen. Ik wil niet dood. Voor die tijd van schaar. Oh nee. Daar ben ik sterk voor. Het is de laatste tijd nog op mijn doodgaan van de week of vier. Beven van uw stuk meer. Ik krijg pilletjes. Roze pilletjes in de dag. Die van de week. Maar ik zal die schoten af. Weet u nog, oma, dat we voor... Hoe groot zijn de kastanje? Kijk, daar komt de zus er al. Hè? Dan moet je weer zien. Ja, eet u ze niet ook? Ik... Ja. Ik kom nooit meer. Wat heb je nou gedaan? Had je niet gedacht? Rotzooi van... Ik zeg het. God. Zeg, moet je je schoen in de tafel zien? Mama. Grote kinderen, deze is opnieuw geproduceerd. Niks gestaan. Ja, veel meer. Als ik niet ben. Het verdriet. Dat we mij toch uit elkaar gaan. Voor jullie het langer was voor mij. Neem ik een auto of gebruik ik een komen. Wat zeg je? Ik wil dat je het niet zo doet. Het gaat hier niet zo. Maak ik er een lammetje van. Goed zo. Voor je oma. Voor ons samen. Begin ik dus. Nooit zo'n ding. Tien is een. Zet je in. Een stijve weg omhoog. Jij begint om de zeepraal. Mijn ogen bij het leven. Waar ga naar huis. Nu zie je aankomen. Mooi, we sturen in de zaal aan stenen. En toch ga je weg. Met een ordinaire jeugd. Niks anders. Alleen het is niks. Die honderd. Die is je voor, zoals je mij voelt. Het is zo toevoer. Wat zou ik zielig zijn? En dan dood. Dan hou je van mezelf. Dan ben ik maar zo nog een... Nee.
aan haar gegeven. De politie vindt me wel. Zal je een formule spelen? Ik begrijp het. Alsjeblieft, Frans. Niet zo te komt mijn kleurisje in de kraat. Doodsoorlog overdosis. Jammer dat je niet meer bent. Niet zo praten, niet zo praten. Ik blijf er bij dat je ophoudt zo te praten. Dat is goed. Ik zal niks meer zeggen. Niet zo slecht. Van jou. Jij hebt het geleden, maar niet op zich. Je zou het proberen. Zou dat van de wat je dan? Ah, ik ben niet hoor. En je zei dat om het jennen. Dank je. Ik spijt me gewoon dood. Moet het zelf maar hebben. Heilige Jezus. En dan zal ze... Hey, Zij, Delft, vogelsgezien, een stuk op blauw, heel ver. Ik heb zo'n
dan. Ik gebruik methadon en beschikking in en dan kom ik helemaal schuldig uit en ik zal zien hoe trots je bent en je pas als je hier clean bent moet strak want dan wordt het straks toch als de verkeerde mijn kostbare Ik ken denk er niet over. En jij gaat ook niet naartoe. Het was mijn vriendin. Jullie waren best van elkaar. Jullie waren bedonderd. Maar het is gewoon een kwestie van. Naast de fantasie van de dame voor de getoonde belangstelling. In de zes is geleden tot condoleer. Shit, ze zit vol dicht en iedereen krijgt een opgevokken gevoel. In ieder geval trek ik aan haar. Ik heb laten vertellen. Hij vertelt ze van. Oké, ik wou het alleen maar kwijt hoor. Ja. Vijf. Nou, dan. Veilig, zon. Maar ik ga buiten kijken. Ja, het is mijn boek. Laten we het maar vertellen. Je kijkt er niet. Hij blijft er niet buiten kijken. Bellen dus. Consultant. Lekker weg. Jongens. Nooit zijn die. Ik durf wel wat te dromen. Kijk opeens. Ik dacht
Kijk je uit naar de kerst daar? Ik kijk. Ja, ja. Weet je wel. En je vriend? Ook wel. Dus je gaat naar? Nee.
niet verder met mijn slaap. Ik moest al weg met mijn vader. Een kwartje te slapen. Het was wel het bestellen. Je moest het erop brengen. Soms met klop ook. Dacht je dus, je zei het niet? Ja. Zoals ik kon kijken met dat muizenkopje van me. Wist je de doelen spelen? Ja, maar later. Toen is het is zo. Ja, van de vrienden is toen. Toen ben ik op een tijd niet bij hem geweest. Het ging mis met dat. Volgens mij is het te blazen. En ons neem je ook helemaal aan. Niet. Niet. Je moet het niet, je vrienden. Dat heb ik niet. Nou, voor je moet niet. Maak nou een toer die mijn gezicht. Ik pik je dit zo. Kan niks. Misschien zijn we wel. Kijk, tenminste. Het begint over het water, maar we hebben zo hier. Het gaat op z'n dak. Leo. Kak. Jullie gebruiken. Door niet iets te zijn tegenover je eigen gevoelens. Jij hebt ons weg te moffelen. Dan zullen we het wel weer. Ja, dan. Nu om jou, zullen we. Noem je naam. Onderwijs vroeger leerling Silver Lippeldank. Er zit een stuk of 8 of 10 de naam en weet wie het is. En Silver Lippeldank bij. Weet het weer doen nadenken. Doe de klassenfoto's erbij. Dit is ook alweer ja, nee, denk ik. Ik heb Silver Lippeldank in de klas gehad. Zie die dood in mij. Erg rustig. Ja, hele tijd. Verkrampt. De enige totaal geen contact meer. Maar wel een goede lili. Het contact is pas weer. Ik heb het gevoel dat ze behoefte aan had geknuffeld te worden. Ik heb mijn hand op haar hoofd. Arm om haar. Dat is groot. Was niet gewend.
Maar toen ze van die aanhaling ging ze zo staan. Als ik dat gedaan. Wat gaan we doen? Daar weet ik niet. Het telt erg veel in haar tuintje. De leden op de zaal beslissen wat daar in kwam. Nou, zij heeft al eerder bloemen. Haar moeder is nog komen klaar. Waarom is het verste dat ze thuis kwam, zo op de ze was buiten gretig, alles weer. En ze verheugde zich ook toen ze wat ouder werd op al die kleine feestelijkheden. De schooltuin dan, het school. Ik herinner me nog dat haar oma haar uit kwam af. Die dacht me dat. Heel lief mij, die Sylvie. Ik weet nog dat ze naar de maten gaan, dat ze een kantoorbaan kreeg. Nou, ik had laten studeren, maar ja, daar was het slechts wat in. Daar hebben we maar erg weinig gehad. Op de straat. Heeft u een vriendin? Nee. Nee, dank u wel. Mijn trein zal zo. Wat vind je van mijn broer? Ben je niet verhalen? Daar hadden we al gesproken. Je wou zelf. Ja, wat Wat vind je nou van dat? Prachtig, hè? Zo, omdat jij er zo van hebt. Station. Het was pas. Het was. Jong vindt het. Hij wist. Zullen we nou wat leuker praten? Ik heb namelijk een hele vast. Je vader met een vanavond om het bij te praten. Papa. Ik ben bij ze gezegd dat het maar dat iets bekrompen tegenover jullie. Ik heb gezegd. Dat speelde ik. Ik voelde. En hij voelde van mij. En hij. Het.
Ik denk maar wel. Meer. Snap je wel dat ik op het studio ik ben zeer. Alle geld is stoppen. Heb je het gedaan? Ik zie dat je niet. Ik zie. Ga nou eens lekker wassen, stop. En doe wat aan je gezicht. Je bent niet dom. Na alle wat raar. Ja. En dat even. Ja. Oh. Het is... Het wat ik je al maar wat zeggen. Prettig. Zeg het toch tegen. Ga je net opfrissen, hè? Ja. Ja, ik wat opfrissen. Enkele reis 6-2. Een hoge pijl gegeven door de Kvalda. Sylvie heeft vlak werd gespeeld door Boerland Zomer en Truus Dekker. Francine was jongerijder haar moeder, Jeanne Verschuiven. Alphonse werd gespeeld door Kees Wijf. De Groer was Corrie van der Linden. Dolf, Olaf, Jochem, Cor, Marie, Evert, Kees, Vintje, Paula, Oma werd gespeeld door Ingridsen, de onderwijzers, de fietsenverlastries zijn, de ober, Joop van der Bom. De Donald de Marcas. Tussen de teksten sprak Gerrit Reitsma. Regie Ad Leupler.